Mijn naam is Robin, ik ben 59 en ik woon in Zuid-Zweden, in het plaatsje Unarit. Hoe ben ik in Zweden terechtgekomen? Nou, eigenlijk door middel van vakanties. Ja, dat was eigenlijk wel zo mooi dat het echt wel beviel. En op een gegeven moment was iets van, nou, hier zou ik best willen wonen. Ergens in 2016, knoop doorgehakt, baan opgezegd in Nederland en huis gevonden. Ik werk op een meubelfabriekje waar we keukens maken, deuren maken. Dat geef ik dan in de kleur die de klant wil. Voor de rest ben ik een harde werker. Eigenlijk kan ik niet echt stilzitten. Ik moet eigenlijk altijd wel een projectje hebben om te doen. Ik vind in de tuin werken vind ik ook wel leuk. En klussen aan het huis vind ik wel leuk. Ik heb het huis helemaal rondom geschilderd. Ik ben druk bezig met de verlichting aan het ophangen. Eigenlijk is het met name voor de kerst, maar ik doe het gewoon de hele winter. Zeg maar, als het in de wintermaanden is alles donker om het huis. En als je dan deze verlichting aandoet, ja, daar heb je zoveel licht van. Ja, dat is echt een fantastisch gezicht. Dit is altijd even een beetje werk, maar je hebt er maanden plezier van. Ik vind het leuk om te vissen. Met collega's of vrienden. 'S Winters is het hier één grote ijsvlakte tot zover als je kan kijken. En ja, het is gewoon heel mooi. Zeker als er sneeuw op ligt, dan is dat wel een heel apart gezicht. Het is hier gewoon echt prachtig. Wat heb ik een vrouw te bieden hier in Zweden? Ik denk gewoon dat we een hele leuke, gezellige tijd tegemoet gaan. We kunnen doen en laten wat we willen. Ik vind mijzelf op zich wel een lieve man, zeg maar. Dus ik zoek een lieve vrouw. Eentje met veel humor, die zich ook nog wel jong voelt, zeg maar. Ik zoek echt wel een beetje een maatje, een liefde, zeg maar, waarmee ik dingen kan doen. Waarmee je samen klus, samen boodschappen doet, samen in de tuin, samen gaan wandelen. Zeg maar, gewoon echt gewoon lekker met z'n tweetjes, hand in hand, hoppatee, lopen. Mijn hoop is dat ik mijn ware liefde vind. Hallo, mijn naam is Robin, ik ben 59 jaar en ik woon hier in het prachtige zuiden van Zweden. Ik ben op zoek naar een maatje voor het leven die wellicht met mij in de toekomst in Zweden wil gaan doorbrengen. Zie jij dit liefdesavontuur al zitten? Meld je dan aan en wie weet zie ik jou deze winter. Hoi, welkom in Wendling in het mooie Oostenrijk. Ik ben Claudia, ik ben 52, ik ben van origine Oostenrijkse, heb 25 jaar in Oostenrijk gewoond. Ik ben dan naar Nederland verhuisd en sinds 2 jaar ben ik weer terug. Ik ben psychotherapeute. Ik coach ook mensen. En ik wil hier een klein centrum openen waar ik yoga kan doen en mediteren, workshops geven. En ja, ik sta gewoon open voor alles wat er op mijn pad komt. En dit is mijn woonkamer. Dit was vroeger ooit de zaal waar de gasten waren. Ik hou van kleur en ik hou van gekkigheid en van gezelligheid. En ik hou heel erg van lezen. En dat zijn nog lang niet alle boeken. Ik heb al sinds 2 jaar gasten om proef te draaien. En tot nu toe zijn het kennissen en vrienden die hier komen. Er zijn 2 kamers die zijn voor 95% klaar. En daar hebben mensen hier ook gekampeerd, een tent neergezet. Dus dat is ook allemaal mogelijk. Dit is mijn eetkamer. Dit was vroeger mijn kinderkamer. En hier zitten de gasten en de vrienden die bij mij op bezoek komen. Hier zitten we gezellig te eten. Er wordt nu een serre aangebouwd en daar wil ik dan graag yogales in geven. Ik doe iedere dag yoga in de ochtend. Ik doe af en toe met mezelf een ademsessie. En ik ga ook ijsbaden in de winter. En dat vind ik heerlijk. Naar de meertjes hier toe en naar het ijskoude water. Ja, daar krijg je zo'n kick van. Afgelopen jaar lag er 2-3 weken sneeuw. En de allereerste keer zelfs 2 meter. Dus daar kwam ik de deur niet meer uit. En dan is het echt schitterend hier. Ik kan me ontzettend verheugen op zo'n winterse dag met op zo'n glaasje rode wijn bij mijn vuurtje daar bij het haard. Ja, daar kan ik ontzettend van genieten. Ik ben heel lang geleden verliefd geworden op een Nederlander. Daarvoor ben ik ook naar Nederland gegaan, heb 2 kinderen gekregen en nu ben ik sinds 3,5 jaar single.
En ik vind Nederlandse mannen open en leuk en ook gezellig en nieuwsgierig en ook gelijkwaardig. En daar hou ik ook wel van. Als er straks mannen hier naar me toe komen, dan hoop ik dat ze openstaan voor mij en voor alles. En nieuwsgierig zijn en initiatief tonen. En misschien dat ze me uitnodigen voor een date. Hoi, ik ben Claudia, 52 jaar en woon sinds kort weer in Oostenrijk. Ik ben op zoek naar een levenslustige man met diepgang, die met mij samen met een heerlijke lekkere rode wijn bij het vuurtje zit hier in Oostenrijk in mijn bed and breakfast. Meld je nu aan. Hallo. Welkom in Andorra. Mijn naam is André, ik ben 27 jaar en ik woon al 25 jaar met mijn familie hier in Andorra. Ik neem jullie even mee in ons mooie familiehotel, ons mooie restaurant. Bij de receptie komen wij onze moeder tegen. Hey! Nou, hier hebben we dus onze bar. Nou, mijn vader Bas, die helpen mij ook mee in de keuken. Hier ben ik toch meestal van 's ochtends tot 's avonds aan het werk. Dit is mijn domein. Ja. Nou, dit is mijn eigen appartement. Nou, de home trainer is toch belangrijk, want... Ja, ik probeer toch gewoon flink wat af te vallen. Ik probeer alles te doen om het voor elkaar te krijgen. Toch heel belangrijk. Echte passie is motorrijden. Dat is wel echt het heerlijkste. Gewoon met de motor lekker de bergpassen oprijdt. Ja, dat is onbeschrijfelijk gevoel eigenlijk. Als je echt kan genieten van een paar mooie bochten pakken op twee wielen. Andorra is wel echt een fantastisch land om dat te doen. Ja. Als een vrouw kan motorrijden, is dat echt een enorme plus toe. Kes, kom mee. Gewoon lopen. Nou, Andorra is een heel klein landje, hè? Midden in de bergen. In de winter is dit gewoon allemaal wit. Dan kan je uiteraard volle bak skiën. Met de hond wandelen is leuk, maar ja, als er dan toch iemand naast je loopt, zou het toch wel veel fijner zijn, denk ik. Veel leuker. De eigenschap die ik zoek in een vrouw is toch openheid en spontaanheid. En ik hou wel echt van sterk karakter. Direct zeg wat ze ervan vindt, die geen blad voor de mond neemt, zeg maar. Als ze een mooie lach hebben, is dat altijd meegenomen. Hallo allemaal, mijn naam is André, ik ben 27 jaar en ik woon al 25 jaar hier in het mooie, maar kleine Andorra. Denk jij bij jezelf, nou, die zie ik misschien wel zitten en wil je het avontuur graag aan, dan meld je aan en misschien kook ik van de winter voor jou een mooi wintersgerechtje. Ik ben Monique, 61 jaar oud. Ik woon in Zwitserland, op een heuvel, aan de voet van de Jura en met uitzicht op het meer en de Alpen. Fantastisch. Mijn moeder is Zwitserse, dus ik ben bekend met het land. Toen ik in Nederland werkte, ging ik regelmatig naar Zwitserland op cursus. Ik heb een baan aangeboden gekregen in Zwitserland en ben vertrokken. En ik dacht, voor 5 jaar is leuk, de liefde gaat wel mee daarna. Maar we zijn hier gebleven. Hij is niet gebleven, maar ik wel. En hier ben ik. Hier heb ik regelmatig sneeuw, maar zeker verderop in de Jura hebben we sneeuw. Lekker snowshoe, walking, skiën. Ik hou heel veel van de natuur. Dat is hier overal. Of het nou het meer is, de bergen, de Jura, de bossen. Dus hiking, pilates, doe graag pilates. Tegelijkertijd hou ik er ook van om mensen te gast te hebben hier, want om hun de omgeving te laten zien. Dus dat vind ik eigenlijk ook heel erg leuk. Vandaar het idee voor het opstarten van een B&B hier in dit huis. Ja, hier gaan we naar beneden. Dat is eigenlijk de bedoeling dat het de B&B gaat worden. Hier heb ik 1 slaapkamer voor 2 personen.
Het is zo fijn om dingen met iemand te kunnen delen. Bijvoorbeeld het opstarten van de B&B zou natuurlijk hartstikke leuk zijn als je dat met z'n tweeën zou kunnen doen. Ik wil gewoon iemand echt aan mijn zijde hebben en dingen op gaan zetten met z'n tweeën. En de toekomst plannen met z'n tweeën en dingen oppakken. En ja, ik ben er echt aan toe. Ik vind Nederlandse mannen zijn direct, zijn vrij makkelijk in omgang. Dus ja, terug naar een Nederlandse man lijkt me heerlijk. Gewoon lekker Nederlands kunnen praten. Dus ja, gewoon ongedwongen, lekker, gezellig. Hallo, ik ben Monique, ben 61 jaar, woon in Zwitserland op deze fantastische plek. Binnenkort ga ik een B&B starten in mijn eigen huis. En hoe leuk zou het zijn als ik een liefdevolle man zou vinden die dat ook leuk zou vinden. Ben je avontuurlijk, ook belangrijk. En ben je sportief, schrijf je in. En misschien zien we elkaar in Zwitserland. Ik ben Klaas, ik ben 52 jaar en ik woon in Wijsbach am Lech. Ik woon hier al 20 jaar met mijn 3 kinderen. Nu slaat iedereen zijn vleugels weer uit en ik kom zelf tot de conclusie dat ik ook meer ruimte en tijd en vrijheid heb om mijn eigen gang te gaan. En dat zou ik graag met een hele leuke vrouw doen. Ik werk 3 dagen in de week als timmerman. Daarnaast bouw ik aan mijn eigen huis. Als gids kunnen mensen mij inhuren en daarnaast verhuur ik dan appartementen. Dit is mijn keuken, dus hier wordt lekker gekookt. Hier zijn de gezellige avonden bij een open haardvuurtje. Met de hond erbij natuurlijk, die zit er ook graag. Hé Oscar? Ik ben sowieso iemand die graag deelt en ik vind het gewoon fijn om mijn leven met iemand te delen, mijn avonturen met iemand te delen. Ik hoop gewoon weer mijn beste maatje weer te vinden. Die ben ik 8 jaar geleden helaas verloren. Ik heb gezorgd dat mijn kinderen weer op de rit kwamen. Ik had natuurlijk 1 doel, dat was mijn kinderen fit maken. En gelukkig maar zorgen dat die weer goed terechtkomen. En ik mag zeggen dat dat redelijk goed gelukt is. En ik ben nu wel weer aan toe om weer iemand in mijn leven toe te laten waar ik het liefst de rest van mijn leven nog mee samen avonturen kan beleven. De gezelligheid van een vrouw in huis zal zeker gewaardeerd worden. Ik doe graag mijn partner verrassen met een uitje. Zeker kunnen we ook in de winter een leuke ausflug maken met een camper. Zeker. Ja, in de winter is er zoveel te doen. Ontspanning vind ik vooral in de bergen. Ik ga in de winter heel vaak tourskiën, dus dat wil zeggen met vellen onder mijn skis loop ik een berg op. Het cadeautje voor het afzien naar boven is natuurlijk het naar beneden skiën. En hier sneeuwt het een week en dan breekt de zon door. Ja, en dan ben je gewoon in de mooiste omgeving wat er maar zijn kan. Ik heb vorig jaar september een camper gekocht. Die heb ik de afgelopen winter volledig omgebouwd. Mij lijkt het gewoon leuk om met een partner regelmatig erop uit te gaan. Met de camper en simpelweg ergens neer te zetten, een berg te beklimmen, een mountainbike tocht te maken. Gewoon van het leven genieten. Hallo, ik ben Klaas, ik ben 52 jaar en ik woon hier in de Oostenrijkse Bergen. Ik ben op zoek naar een leuke, lieve, zorgzame, sportieve vrouw die het avontuur niet schuwt. En voel jij je aangesproken en heb jij zin in een avontuurlijk leven met mij in de bergen? Meld je dan aan en misschien zie ik je deze winter in deze witte wereld. Ja, ik ben Hans, 73. Ik ben geboren in Castricum, opgegroeid in Nieuw-Guinea en ben later dan gaan varen bij de Holland-Amerika-lijn. In 1974 ben ik naar Noorwegen verhuisd. Ik ben eigenlijk hier terechtgekomen vanwege de oliecrisis. De Holland-Amerika-lijn die verkocht hun schepen, kwam zonder baan te zitten. Heel toevallig een baan gekregen in Bergen. Vond het prachtig, de natuur, de mensen. Zou eigenlijk maar een jaartje blijven, maar het is 50 jaar geworden. Dit is mijn kas. En daar staan de tomaatjes. Het zijn er wat, ze beginnen al rijp te worden. Je kunt hier gewoon de bossen in gaan. Paddenstoelen plukken, bessen plukken, er iets van maken. En dat heeft me interesse gegeven om ook de natuur te gebruiken om mijn eten te maken. En dat doe ik heel graag. En dat heb ik tijdens heel mijn carrière als chef-kok heb ik dat kunnen doen. Nou, ik zou graag iemand ontmoeten die een actieve leven wil leiden, ook heeft geleid. Dat hij interesse heeft in dingen waar je,
waar je moeite voor moet doen. Bijvoorbeeld hadden we samen kunnen gaan kajakken. Ik heb altijd de filosofie gehad van leef je leven zoals je dat wil leven. Maar dan samen. En dat elkaar ook vrij kunnen laten. Er is genoeg te doen. Ook in de winter, als het hier 25 graden onder nul is. Lekker met een dikke jas naar buiten toe. Als er te veel sneeuw ligt, dan pak ik mijn vrezen, dan ga ik de sneeuw ruimen. Ik heb ervaring met de Noorse vrouwen. Ik vind toch dat de Nederlandse vrouwen meer gastvrij zijn. De Nooren zijn ontzettend gebonden aan tradities. Vind ik een beetje te stijf. Ze zullen me echt als Hansje leren kennen, zoals ik ben. Hoi, ik ben Hans. Ik woon hier in Noorwegen al 50 jaar. Ik hou van lekker koken en plukken uit de natuur om daar iets lekkers van te maken. Ik zou graag iemand willen ontmoeten die ook de interesse heeft voor de natuur, de activiteit. En als je daar zin in hebt, meld je aan en kom hier naartoe. Hey, welkom in Til Meet Hem. Ik ben Elsje, ik ben 49 jaar en ik woon in Hammarstrand in Jämtland provincie. En dat is in Noord-Zweden. Kijk eens. Ja, en mochten jullie nou denken van, hey, die ken ik ergens van, dat klopt. Want ik was te zien in seizoen 1 van Winter vol Liefde. Ja, we hadden het echt ontzettend leuk samen, maar ja, er was gewoon geen spark. Ik ben pas op mijn 23e volgens mij voor de eerst naar Noorwegen geweest, Noorwegen-Zweden. En toen had ik ook meteen het gevoel van, ja, dit is het, weet je wel, ik voel me hier thuis. En nou is het me thuis. Een paar jaar geleden toen had ik besloten van, ja, als ik dat nou echt wil, dan moet ik ook eens een keertje actie gaan ondernemen. En toen ben ik per toeval online, dit huis tegengekomen. Ik heb een bod gedaan op het huis en die werd geaccepteerd. En een paar maanden later woonde ik hier. Naast mijn B&B heb ik ook nog een baan. Als ik gasten in mijn guesthouse heb, ja, dan moet ik wel eens ontbijtjes maken. Dat is heel erg leuk. En daarna ga ik naar mijn werk. Om te ontspannen vind ik het lekkerste om de natuur in te gaan. Gewoon lekker een hike maken ergens. En in de winter maak ik dan sneeuwschoenwandelingen bijvoorbeeld. Of ik ga skiën. Of ik heb nu sinds vorig jaar een beetje een nieuwe hobby. Ik probeer te langlaufen, maar ik kan nog wel een lesje gebruiken. Vooral heuveltje op, heuveltje af. Ik ben wel een bezige bij. Ik hou van fotograferen. Ik ben nu aan het oefenen of ik steeds mooiere foto's kan maken. Vogels, eekhoorns. Ja, af en toe heb ik hier een eland in de tuin, hertjes. Dus dat is ook wel echt heel erg leuk. Ik maak vooral ook heel veel foto's van eekhoorns en filmpjes. En die zitten hier ook hier voor het raam en zo allemaal. Dus nu noemen ze me de Squirrel Girl. Nu is mijn hobby grasmaaien. En in de winter is het sneeuw scheppen, dus dan kan het echt heel koud zijn hier ook. Het kan meevallen en het kan ook echt ineens min 30 zijn. De Zweedse mannen zijn een beetje anders. Ze zijn heus wel leuk. Ze zijn heus niet allemaal hetzelfde. Heb ik ook geprobeerd, maar nee. Ik merk toch wel dat ik meer met Nederland heb. Je begrijpt elkaar gewoon makkelijker. Het praat makkelijker, de humor is makkelijker. Ja, ik ben zeker toe aan de liefde. Ik vermaak me prima, ik red me prima. Maar ik denk wel dat het leuker is om samen zoiets te doen of om in ieder geval samen te genieten. En om je mooie momenten te delen met iemand. Humor vind ik ook wel heel belangrijk. En dan niet te flauw om op te tappen, maar lekkere sarcastisch of strakke humor heeft. Dat vind ik leuk. Nou, ik hoop natuurlijk dat ik met een leuke hunk hier op de bank eindig. Of in mijn jacuzzi natuurlijk. Dat we hier samen zo met een glaasje aan het proosten zijn. En helemaal in love en dan naar het Noorderlicht zitten te kijken. Dat. Hoi, ik ben Elsje, 49 jaar. Ben jij die leuke, fitte, vrolijke en misschien iets wat handige man? En zie jij het leven hier in Zweden wel zitten en heb je zin om mij beter te leren kennen? Reageer dan op deze oproep. Wie weet is deze winter dan misschien wel het begin van iets heel bijzonders. Mijn naam is Ruben, ik ben 37 jaar. Ik woon in Mautendorf, hier in Oostenrijk. Ik ben hier terechtgekomen omdat ik eigenlijk op latere leeftijd pas in aanraking ben gekomen met skiën. En ik was eigenlijk meteen verkocht. Toen heb ik een opleiding gedaan. En ben ik dus hier in deze regio terechtgekomen als skileraar. En zo is mijn liefde voor deze regio hier en het skiën, het buitenleven, is eigenlijk alleen maar gegroeid. Tot op het punt waar ik een half jaar geleden heb besloten van oké, dit is het gewoon voor mij. Ik blijf hier.
Das zweite, was wir machen, nach dass wir uns gesichert haben hier, ist, dass wir den Seilroller hier am Seil hängen. In de winter ben ik skileraar en in de zomer ben ik buitensportinstructeur. Ik ben heel vrolijk, ik geniet van het leven. Als mijn hoofd leeg moet en ik zit met energie, dan stap ik op een mountainbike. Jawohl, geschafft! Beide handen vrij! Ja, mega! Ik ga mooi wandelen. Ik heb ook wel een liefde voor festivals. Dansen, daar kun je me ook zeker blij mee maken. Ik hou zeker van dansen, daar schaam ik me absoluut niet voor. Het is wel iets wat ik ambieer, een lange, liefdevolle relatie. En ik ben ook erg toe, merk ik daaraan, om een laatste relatie te hebben. Iets waar ik mijn hart en mijn ziel in kan gooien en het liefst ook een paar kinderen, als het even mag. De Oostenrijkse dames laten over het algemeen niet echt het achterste van hun tong zien. Ik heb wel echt ook een beetje een dame nodig met haar op de tanden. Ik zoek een dame waar ik trots op kan zijn. Een partner waar ik vol vervoering over kan vertellen. Een dame die betrouwbaar is, die weet wat ze wil, bewust hierheen komt. Niet alleen voor mij, maar ook voor zichzelf. Die mij niet nodig heeft, maar dat ons samen zijn iets toevoegt in ons allebei in ons leven. Hoi, mijn naam is Ruben, ik ben 37 jaar en ik woon in het prachtige Oostenrijk, waar ik werkzaam ben als skileraar en in de zomer als buitensportinstructeur. Ik ben een grote jongen met een klein hartje die op zoek is naar de ware liefde. Ik zie mijn toekomst hier in het mooie Oostenrijk met een leuke dame en misschien straks wel een kindje. Zie jij en herken je jezelf in deze oproep? Dan meld je nu aan en wie weet zien we elkaar deze winter.